Ik ben Ingeborg Beugel, journalist en programmamaakster voor de Icon. Ik heb een serie gemaakt van 6 afleveringen, Geloof, Seks en Wanhoop. En dan wan tussen haakjes, dus je kan het ook als hoop lezen. En die gaat over hoe wij in Nederland en in het Westen omgaan met seksualiteit. Ik ben erachter gekomen dat er wat de jongeren betreft een hoop mis is in Nederland. Dat ligt vooral aan het onderwijs. Jongeren kijken tegenwoordig allemaal, of ze het willen of niet, wel eens naar porno. Dat is nep en turboseks. En als je kids niet uitlegt dat dit onechte seksualiteit is, dan hebben ze dat als referentiekader en dan krijg je allerlei misverstanden. Ik vind dus dat Plasterk en Rauwvoet niet zo moralistisch moeten zeuren, maar ze moeten iets doen. Ze moeten het onderwijs verbreden. Ik pleit voor een erotisch beschavingsoffensief. Breder onderwijs over seksualiteit. Niet alleen de nare dingen, maar ook over het mooie. De kunst van het beminnen. De poëzie van het genot. Kunstliteratuur erbij betrekken. En porno duiden. En dit komt allemaal in een groot interview in PS van de Week in het Parool.